Hallo beste kijkers van Dutch Gaming NL. Wij zijn vandaag weer terug met een update video van waarom ik onactief ben op dit kanaal. En de reden daarvoor is, ik ben bezig met school. En ik heb het best druk, ik heb bijna elke dag huiswerk. Dus niet denken van, oh ja, jij moet elke dag huiswerk maken. Nee, zo gaat het niet. Ik ga wel voor jullie, ik heb nog heel veel video's in de render staan. Dat heb ik dus wel. Gelukkig. Dus maak je daar geen zorgen over voor video's. Maar je hoort mij niet meer zeggen van, ja, wij gaan vandaag dit doen en zo. Dat hoor je niet meer zo vaak. En ja, ik ben klaar met school en zo. Want die zijn allemaal hele oude video's opgenomen van tevoren. Dus ja, maak je geen zorgen. Ik ga sowieso voor jullie uploaden. En ja, jullie zien nu gewoon een domme parcoursje die ik heb gemaakt. En welke kant je op kan. Ik ga wel eerst deze kant op. Maar ja, dat was het met school. Nou ga ik jullie vertellen van met die video van, hoe heet het nou? Rocket League. Ik zei tegen jullie van, ja, ik ga even een tijdje niet meer uploaden. Ik ga op vakantie, maar dat is een hele oude video, maar ja. Hij is wel waar. Auw, nee. Zo. Die kan mij niet meer aanvallen. Goed. Dat was het zo'n beetje met school en dat. Dus ja, ik ga sowieso wel weer uploaden, dat sowieso. Maar ik moest eventjes weer verder naar de school. En ja, dat was het zo'n beetje. Ik bedank jullie voor het kijken. En ja, de volgende video, deze komt online en MetroLess Lite. En jongens, ik praat een beetje saai en zo, maar ik moet ook even weer wennen aan het YouTube leven. En ja, ik ga dan weer in de volgende video, Wolfenstein of zo. Wolfenstein hebben we nou uit. In de volgende video met GTA 5 Free Roam Part, die komt ook binnenkort weer. Dan ga ik jullie vertellen wie de special guest is. Dat weet diegene zelf ook wel, maar ja, ik ga nog niks verklappen. En daarnaast ga ik vertellen wat onze series binnenkort weer worden. We zien een nieuw seizoen, bijna september. Dus ja, dat komt er ook nog aan. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Kai, wil jij er nog wat aan iets toevoegen van Dutch Gaming NL? Ik heb eigenlijk een vraag. Ja. Heb je die parcours ook al gedaan? Ja. Heel gaaf. Ja, heb ik gedaan. Yo. Goed, dus ja jongens, ik bedank jullie voor het kijken. En zoals Kyle zei, lata! Ja.